voor deze steek heb je maar een willekeurig aantal steeklossen nodig. En je gaat nu in elke steek ga je een vaste haken tot op het eind. En dan zie ik jullie terug. Goed, hij is helemaal af. Tot op het eind. Een keer lossen. En je keert. Je steekt in. En je haalt er meteen door. Halve vaste. Nu, in hetzelfde gaatje haal je een steek door en in de volgende. Deze gaat meteen hier doorheen. Dus hier in de vorige een lus, in de volgende een lus. En deze gaat hier doorheen. Door de vorige. Door de volgende. Deze lus gaat hier doorheen. Vorige. Volgende. Vorige, volgende, vorige. Vorige, volgende, vorige, volgende, vorige, volgende, vorige, volgende. Zo, de hele rij is klaar. En nu komt het wonder. Kijk, nu heb je twee ribben halve vaste. Kijk. Hoe gaan we dit nou verder afwerken? Of meer, dat het patroon groter wordt? Kijk, dit zijn twee rijen. Maar als je hem kantelt, zit er hier nog één. Zie je? Hier blijf je vanaf, hier ga je haken. In de achterste lus een vaste. Achterste lus een vaste. Dus hier, dit is, hier blijf je vanaf. Dus als je hem kantelt, heb je hier de steken.
En dit was rij 2. Dan gaan we naar rij 3. We hebben een keerlosse gemaakt. En omdat deze steek een nogal vervelend effect heeft, in die zin dat als je zo blijft haken zoals je nu haakt, dan gaat die scheef lopen. Dan gaat die echt helemaal diagonaal. Zo. Om dat te compenseren, gaan we altijd dus bij de tweede rib, dus één rib niet, één rib wel, dus we keren, en slaan we de eerste steek over. Dus eerst een gewone rib, zonder een steek over te slaan. En in de volgende rib, dit is dus je keerlosse, sla je deze steek over. En in deze maak je dus je eerste steek. Vervolgens gaan we weer helemaal naar de andere kant. We hebben dus nu een steek overgeslagen aan het begin. En dan haken we helemaal door, gewoon zoals we het gewend zijn inmiddels, naar de andere kant, einde van de rij. Dat is de laatste steek. En omdat we er hier een hebben overgeslagen, gaan we hem hier compenseren. En hoe doen we dit? Dit was dus onze laatste steek. We steken nogmaals in die laatste steek en maken gewoon nog een laatste halve vaste. En dan zie je dat er een V bij komt. Ik laat het je nog een keer zien. Dus hier hebben we een steek overgeslagen. Dit was de laatste V, de laatste steek van de volgende rij, deze. Dus die hou ik vast, dan kun je zien wat er gebeurt. Ik steek dus nog een keer in de laatste steek. Ik maak een halve vaste. En je ziet dat er een steek bij komt, dus deze wat we hebben hier overgeslagen, hebben we aan de andere kant gecompenseerd. Vervolgens maak je weer een keerlosse. En omdat dat een nieuwe steek is voor jullie, is het verstandig om in deze rij, wat je dus net gehaakt hebt, zet daar een markeerder, zodat je weet dat dit de rij is waar je een steek overgeslagen hebt en eentje aan de andere kant erbij gemaakt. Goed, de volgende rij is natuurlijk weer een vaste rij. Dan ga ik natuurlijk weer allemaal halve vaste maken. Heb ik een keer los gemaakt, ja. Dus hier maak je allemaal vaste. Dus dat is gewoon een herhaling van rij nummer 1. Allemaal vaste in de achterste lus. En dit is de laatste steek, dat is die. Nou, hier zit die. Zo. Dan maak je weer een keer losse. En deze rij begint weer gewoon in de eerste steek.
En dan kun je weer rij 2 herhalen. Zie je? Dan komt de volgende rep. Dus dit is rij 1, dit is rij 2, dit is rij 2. Dan maak je een rij 3, of weer een rij 1, die komt hier weer bovenop. En dan een rij 3, waarbij je dus aan het begin eentje overslaat en aan het einde eentje overmaakt. En zo blijft jouw lapje kaarsrecht.